Mannen, gefeliciteerd. Hebben jullie de festiviteit een beetje overleefd? Ja, jawel. Ik ben nog steeds aan het bijkomen eigenlijk. Ja, dat is precies hetzelfde. Geweldige twee dagen natuurlijk. En ja, daar zijn we nog steeds van het genieten natuurlijk. Maar komt een goede nachtrust aan en dan morgen zouden we weer natuurlijk. Hebben jullie überhaupt een beetje kunnen slapen? In het vliegtuig net, ja. Maar voor de rest eigenlijk niet. Ja, jullie hebben zondag de huldiging gehad in Liverpool met de bus door de stad. Er waren 7, 8, 9, 100 duizend, misschien wel een miljoen mensen. Hoe was dat? Ja, prachtig. Eigenlijk ben je zelf steeds aan het afvragen van waar komen al die mensen vandaan? En hoe komen ze allemaal in de stad? Maar ik denk dat wij hebben gezien hoeveel dit voor de stad betekent. Hoeveel mensen van Liverpool houden en hoe erg ze eigenlijk snakten naar een prijs. Ja, Jonito, het was echt ongelooflijk hoeveel mensen er kwamen en er waren voor ons. En kinderen, baby's, oudere mensen, opa's en oma's. En iedereen die was zo blij voor ons. En ja, het was heel speciaal. We waren natuurlijk heel trots dat ze die beker hebben terug mogen brengen naar Liverpool. Ja, en toen vloor jij je telefoon? Ja, we waren eigenlijk aan het springen en zingen en... ik hield mijn telefoon eigenlijk zo, zodat je een beetje veel kon zien. Maar Virgil stond naast me. Nee. Maar Fabinho die sprong ook met zijn handen in de lucht en die sloeg zo mijn telefoon uit mijn hand. En die viel zeg maar uit het bus en die viel voor hem beveiliger en die pakte het op en die gaf het weer terug. Ja, Mirko luistert dat hij nog deed. Ja, maar hij is goed ingepakt. Wil je hem zien? Nou, je zit aan de hoesje. Ja, toch. Kijk. Dus er moet wel heel wat gebeuren voordat die kapot gaat. Ja, jullie gaan nu door naar Lagos. Melden wij naar hetzelfde. Zijn jullie er klaar voor? Ja, kijk, het is niet heel moeilijk om op te laden voor Oranje. En vooral niet voor deze hopelijk twee hele mooie wedstrijden die te wachten staan. Dus natuurlijk waren de afgelopen twee dagen zwaar. We zijn heus al wat vermoeid op dit moment, maar... We zullen een goede nachtrust hebben, hopelijk. En morgen zullen we ons volledig focussen op vooral Engeland. En dan hopelijk kunnen we daarna focussen op de finale. En jullie zullen zo ook wel een mooie ontvangst krijgen daar van de boys? Ja, denk ik wel. We zullen het zien. Tot slot, Ronald Koeman zei vandaag dat Virgil van Dijk recht heeft op de gouden bal. Wat vind jij daarvan? Ja, vind ik ook, ja. We hebben een goed seizoen gedraaid natuurlijk. De Champions League gewonnen, dus hij heeft er zeker wel recht op. Hij heeft zeker een kans hebben. Ja.